Nou, misschien kan ik nog bij het Veendam terecht zo. Oh, het schiet gewoon boven mee. Wat erg. Maar ik dacht van ja, ik kom straks wel vrij, ja. Maar ja, dan moet je de eerste dag nacht door hetzelfde doorbrengen. En, ja, en dan accepteer je dat maar sokken. En dan denk ik van ja, nou, dat komt vandaag, dan gaan ze spreken. En dan zeg ik van ja, hoe zit dat nou? Ja, ja, dat beslissen wij niet, want wij mogen jou 2 dagen vastzetten. Drie dagen, dan kom je bij een rechtercommissaris. Dus dan wordt dat beslist. Dus dan moet je nog 2 dagen gaan zitten, ik zit er helemaal. Dan moet je gewoon 10 dagen vastgezet. Ja, en dan begint een beetje, dan word je een beetje boos. Slecht behandeld of zo. Ik bedoel, het is niet zo dat je. Dat ja, die cellen zijn vies. En het is niet allemaal echt hygiënisch en die lichten die blijven 24 uur per dag aan. Ja, s'avonds is het dan dimlicht, maar. Ja, dat je door die mensen slecht behandeld. Gewoon hun werk. Mm-hmm. Hun hebben gewoon de macht. Om jou dat aan te doen. En als je zoveel macht hebt, heb je ook heel veel verantwoordelijkheid. En ik zeg niet dat die mensen er niet tegen zijn. Ik zeg niet dat die mensen bewust iemand willen opsluiten. Of zo. Maar ja. Het contrast is gewoon verschrikkelijk groot. Ik bedoel, je zit daar, je hebt er niks mee te maken. Je begrijpt wel, hè? Je begrijpt wel, ja, hij heeft mijn nummer van mijn paspoort gebruikt. Dus je begrijpt wel van, ja oké, okay. Begrijp dat ze denken van, ja, maar ja. Oké, ik zeg toch dat er niks aan de hand is. Ik heb het niet gedaan. Ik ga het maar uitzoeken, maar laat mij gewoon mijn ding doen en zoek het maar uit. En laat mij maar mijn leven verder gaan. Hun pas, boem, in de krant. Pas, boem, racisme, pas. Witwassen, ecstasy. Noem maar op. Je hebt mensen die. Je hebt 3 categorieën. Je hebt mensen die zich van binnen eigenlijk kapot lachen. Ja. En je hebt mensen die toch netjes blijven en je observeren op een goede manier. En je hebt mensen die je de kans geven om het uit te leggen, maar als een puntje bij paaltje komt, dat toch. Er is geen één die zegt van nou, ik kijk er helemaal open tegenaan.